We hebben per 31 januari de registratieperiode gehad, de afsluiting daarvan tenminste. We hebben middels verschillende bekendmakingen, dus de dispensatiehouders opgeroepen om zich te herregistreren. En dat kon van 4 tot en met 15 januari. Daarna hebben we dus de nieuwe registraties gedaan. En we zitten nu op het punt om de laatste hand te leggen aan de verwerking. Meneer Seedorf, we merken dat niet ieder nog in het systeem is opgenomen. Waarmee heeft dit te maken? We hebben inderdaad gisteren een evaluatie-meeting gehad. Daaruit blijkt dus dat er twee groepen zijn die met dat probleem zitten. De eerste groep betreft de mensen die onvolledige informatie heeft verstrekt. Dus de beschikbare formulieren, zeg maar, onvolledig heeft ingevuld. En daarnaast heb je de groep van late registraties die nog verwerkt moeten worden. Dus van die twee groepen zal zeker de, zeg, noem het klacht zijn, dat ze hun informatie nog niet kunnen verifiëren. Onder andere wij van de media hier bij ABC hebben op tijd geregistreerd, maar we komen nog niet voor in het systeem. Wat is de procedure als wij na 7 uur nog ons werk doen op straat? Dus we hebben zeker rekening gehouden met de zaken die nog gedaan moeten worden. Tot vrijdag zal nog gewerkt worden met bestaande pasjes. Tenminste een gedoogd beleid gevoerd worden. Gewoon omdat er nog mensen in het systeem zijn die waarvan de informatie moet worden verwerkt. Zoals ik aangaf, als blijkt dus dat de informatie niet volledig is en wanneer mensen dus laat hebben geregistreerd, willen we alsnog de ruimte geven om die groep te faciliteren. Meneer Seedorf, tot slot, we horen vanuit de manschappen dat er bijvoorbeeld geen equipment is om dit te checken, de controle uit te voeren, zoals laptops, bijvoorbeeld internet, beltegoed. Hoe gaat de politie daarmee om? We hebben wel een systeem in place waarbij gecommuniceerd wordt met de basis, met betrekking tot het bestand. Daarnaast kiezen we voor de eerste weken voor een outprint, een hardcopy outprint voor de straatcontroles. En in de meantime zijn we dan bezig met dat van de totale digitale controle voor de politieman of vrouw op straat.